We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs, het tweede hoofdstuk. Daarvan lezen we vers 11 tot en met 15 en de tekst vanaf vers 12. Dan lezen we van de wijzen en in het huis gekomen zijnde vonden ze het kindje met Maria zijn moeder en neervallende hebbende zij het aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden terugkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg terug naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel van de Heere verscheen Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindje en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindje zoeken om het te doden. Hij dan, Jozef, opgestaan zijnde, nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing, zoeken we samen. Matteüs 2, vers 12 tot en met 15. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden terugkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg terug naar hun land. Toen ze nu vertrokken waren, ziet de engel van de Heere verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op, neem tot u het kindje en zijn moeder en vlucht in Egypte. En blijf al daar, wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindje zoeken om het te doden. Jozef dan opgestaan zijnde, nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het thema is: de Heere roept zijn zoon uit Egypte. En we zien in de eerste plaats Gods vaderlijk voorzien in wat nodig is. In de tweede plaats Gods openbaring aan zijn kinderen. In de derde plaats een weg van vernedering met het kind. En ten vierde een wonderlijke vervulling van het woord. Dus de Heer roept zijn zoon uit Egypte, dan allereerst Gods vaderlijk voorzien in wat nodig is. In de tweede plaats Gods openbaring aan zijn kinderen. Ten derde een weg van vernedering met het kind. En ten vierde een wonderlijke vervulling van het woord. Dus ten eerste Gods vaderlijk voorzien in wat nodig is. Geliefde, wat kan de weg ook van degene die de Heere vrezen onbegrijpelijk zijn? Er kan wat gebeuren dat ons doet uitroepen: waarom doet de Heere het nu zo? En dat wij aan de Heere zo kunnen aangeven hoe hij het anders zou kunnen doen en nog ook veel beter en eenvoudiger. Ja. Maar nu laat de Heer ons in deze dienst zien hoe hij gehandeld heeft met zijn eigen enig geboren zoon, Jezus Christus. Daar kon het ook zo eenvoudig anders. Want Herodes is in het jaar 4 voor Christus gestorven. Onze jaartelling klopt niet helemaal. Dus ook de geboorte van de Heer Jezus
is waarschijnlijk geweest in het jaar 5 voor Christus. En in het jaar 4 voor Christus is Herodes gestorven. Dus deze vlucht heeft ongeveer een jaar geduurd. Je zou zeggen, Heere, waarom laat u Herodes niet een jaartje eerder sterven? Dan zouden al die problemen voor Jozef en Maria, dat gaan naar het onbekende Egypte, het zou allemaal overbodig zijn geweest. Wel, laten we samen gewoon kinderlijk luisteren naar deze geschiedenis. En dan wil ik allereerst opmerken dat de wijzen geven Christus schatten als er nog niets aan de hand is. Het is een wonder. Een wilde, een luxe. Want Jozef en Maria hebben het niet breed, hoe ik dat weet. Niet vanuit die doeken. Soms wordt het voorgesteld alsof er een oude broek of een oude mantel van Jozef doorgescheurd moest worden om nog kleertjes voor dat kindje te hebben. Nee. Het wil juist zeggen, het is een gewoon kindje, want iedere moeder wond haar kind in doeken. Maar hoe weet ik dan dat ze arm zijn? Nou, omdat Lucas vermeldt dat om hem vrij te kopen, zij het offeren van de armen moeten brengen. Daar hebt u het. En nu ineens zoveel geld. Jozef en Maria worden erdoor overweldigd. Ze weten waarschijnlijk niet eens wat ze ermee moeten doen. Behalve enkele noodzakelijke dingen. Dat is wat. Ja. Jesaja zegt in hoofdstuk 65 vers 24. Eer dat ze roepen, zal ik al antwoorden. De Heere treft zelf altijd de eerste voorbereidingen die zijn kinderen in dit leven nodig hebben. Die ze nodig hebben in de beproeving. Hier geeft de Heere al het reisgeld voor de vlucht naar Egypte. Terwijl Jozef en Maria zich nergens van bewust zijn. Gaat het zo niet in het leven? Passen als je terugkijkt de puzzelstukjes van God niet naadloos in elkaar? Daar moeten we goed op letten. Want daarin krijgen wij de bevestiging dat de weg die Hij met ons gaat, zijn weg is. En zo mag zijn vaderlijk zorgen ons vertroosten. Goed, en dan nog iets. We zien vaak op wat er gebeurt. Terwijl we vaak niet opmerken hoe het ook nog anders had kunnen gaan. Hoezo? Nou, de wijzen zijn toch van plan om via Jeruzalem terug te gaan. Dat hebben ze toch beloofd. Tjoh, stel voor dat dat gebeurd was. Nu kunnen ze Jozef en Maria klagen. Waarom moeten wij vluchten? Waarom zorgt de Heere niet voor ons? Zorgt de Heere niet? De tweede gedachte, Gods openbaring aan zijn kinderen. Lees maar mee in vers 12. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden terugkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg naar hun land. Notabene, hier grijpt de Heere zelf in. En hij spreekt tot de wijzen in een droom. Hij laat niet toe
ze onbedoeld en onbedacht de zaligmaker zullen verraden. Daar bewaart hij hen voor. Wat een zorg. Hebt u dat nooit gehad in uw leven? Dat u zei, wat een wonder dat de Heere ingreep. Met de beste bedoelingen. Zou ik zo ingetrapt zijn. Ik had het echt niet in de gaten dat dat een verleiding van de duivel was. Ik zou er zo ingetrapt zijn en meegegaan zijn en meegedaan hebben. Durven we dan te klagen dat de Heere niet zorgt? Goed, de wijzen vertrekken dus langs een andere weg. Ze hebben hun schatten geofferd. En een nog grotere schat nemen ze met zich mee. Ik zou wel verder willen lezen, net als bij de moorman. Hoe is het nou verder gegaan met die mannen? Niet waar? Maar wat hebben ze ervan begrepen? Van de betekenis van de Heer Jezus? Hoeveel hebben ze van dat geheim verstaan? En hoe is hun leven met de Heer verder gegaan? Ja, maar het is net als bij de kamerling van de koningin van Kandatzee, voor ons verborgen. Want het gaat in het evangelie niet om hoe het met de mensen gaat, maar het gaat om Christus. En zo gaat Matthäus ook verder. We lezen in vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op, neem tot je het kindje en zijn moeder en vlucht in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindje zoeken om het te doden. Dat is wat. Dus net die ontmoeting met die wijzen uit het oosten. Het wat ze gehoord hebben. Wat hen hier gebracht heeft. En het is voor Jozef en Maria een geweldige bemoediging. Een bevestiging. Een bevestiging van wat Simeon gezegd heeft vorig jaar bij de besnijdenis. Bij de voorstelling in de tempel. Het is een licht tot verlichting van de heidenen. En nu zijn heidenen door de ster gekomen bij het kindje. Wat zullen ze die nacht samen nog gesproken hebben? Jozef, ik kan het niet op, wat een wonder. Wat is de Heere toch goed, hè? Samen gesproken uit het wonder. Ja, maar er is door Simeon nog meer gezegd. En dat zijn we geneigd te vergeten, wat verder weg te schuiven in de kast. Wat dan, moedertje, een zwaard zal door je ziel gaan. Met Christus leven, bij Christus horen, is geen erebaantje. En dat is wat we leren moeten. Dat blijkt. Als ze weer naar bed gaan, net het vertrek van de herders, van de wijzen. En Jozef blijkbaar in slaap valt. Verschijnt daar in een droom een engel die hem het bevel geeft. Maria, of met het kindje te nemen, Maria. En te vluchten naar Egypte omdat Herodes het wil doden. En zet dat nou eens op een rij. Hoe de Heere zorgt voor zijn kerk met zijn openbaring. Er gebeurt niks vreemds. We kunnen het weten. De Heere vertelt het ons. Is dat geen vaderlijke zorg? En dat blijkt ook uit de droom. Zijn dromen dan geen bedrog? Weet u, wij hebben de complete Bijbel. Maar het is opvallend dat vooral Matthäus
die voor de Joden schreef, heel veel dromen vermeld. Dat begint al in het vorige, het eerste hoofdstuk. De engel die aan Jozef de reden vertelt waarom Maria in verwachting is. Dan de engel bij de wijze. Dan ten derde hier bij Jozef om te vluchten naar Egypte. En dan straks in Egypte om hem terug te roepen en te vertellen dat Herodes gestorven is. En dan nog een keer in vers 23 aan Jozef. En dan helemaal aan het eind van zijn evangelie, de vrouw van Pilatus. Voor de Joden is dit niet vreemd. Ze weten van allerlei openbaringen van God in de droom. Hoe moeten we dat zien, jonge vrienden? Wel, onze dromen komen op vanuit onszelf. Ze herhalen wat kort daarvoor ons bezighield. En dat komt vaak op een verwarde andere wijze terug. Dat is met de dromen waarvan we lezen in de Bijbel anders. Hier lezen we dat een engel spreekt tot Jozef in de droom. Dus de Heere laat zijn engel binnentreden in de slaap, in het dromen van Jozef. Hij weet dan ook wat hij gedroomd heeft. En tegelijk weet hij heel nadrukkelijk, dit is van de Heere, mijn droom is werkelijkheid. Het gebeurt zelden meer dat de Heere verschijnt in een droom, ik formuleer het voorzichtig. Want ik heb niet het recht om te zeggen, het gebeurt nooit meer. De Heer is soeverein. Het gebeurt voor al de verhalen die ik hoor en geloof. Bij mensen in de moslimwereld die geen toegang tot de Bijbel hebben. Dat de Heer het gebruikt als een inleiding voor zijn werk om hen tot Jezus te leiden. Dan is het een voorbereiding op de Bijbel. Die daar niet komen kan. Maar tegelijk zeg ik het heel voorzichtig dat niemand zoiets meegemoet gemaakt hebben om een kind van God te zijn. Ik zou zeggen, reken er niet op. Want de Heer heeft ons met name toegezegd ons te bekeren, ons te onderwijzen, ons te regeren door zijn woord en geest. En dat is net zo wonderlijk. Dat is net zo wonderlijk, dan treedt de Heer met zijn woord je leven binnen. Je hebt misschien nog nooit echt een preek gehoord. En dan die ene keer, het lijkt wel of het voor u is. En over u gaat. En die jonge knul gaat voorover zitten. Het komt heel persoonlijk op hem af. Alsof God zelf tot hem spreekt. En dan weten we dat het de waarheid is. Het is dan werkelijkheid. We kunnen alleen maar amen zeggen. Maar we moeten nooit denken dat we geen kind van God kunnen zijn als we geen bijzondere dromen kunnen vertellen. Het is meer bijzonder als we het geheim kennen. Dat de Heere spreekt tot ons door zijn woord. Dan valt die dominee weg en dan is volgende week dat u niet meer weet of... Ja, ik weet niet meer wie het gezegd heeft, dominee Kors of was het nou van Koten of Middelkoop, ik weet het niet. Maar u weet wel wat er gezegd is. En dan vergaat het ons net eender, het is geen droom, het is werkelijkheid. De levende God spreekt tot mij. Wat een machtig wonder. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zo kan de Heer op allerlei manieren spreken. Door schriftwoorden. Dat de dokter nog niks gezegd heeft en dat de Heer zegt, bereid je huis, want jij zult sterven. Of dat je naar het ziekenhuis moet, vrees niet, want ik ben met u. De Heer spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En hij zorgt vaderlijk door zijn openbaring voor zijn kerk. En dat vaderlijk zorgen schittert in een weg van vernedering met het kind. Simeon heeft die jonge moeder diep in de ogen gekeken.
en gezegd, een zwaard zal door je ziel gaan. Dat begint hier al. Waarom laat God Herodes niet sterven? Wel, ik heb het recht niet. Om de Heer in de besturing van zijn vaderlijke voorzienigheid zo voor mijn gerichte dagen om verantwoording af te leggen. Het gaat erom dat we in het leven erin geoefend raken. Dat wat er ook gebeurt, we als automatisch denken, de hemelse Vader heeft er zijn bedoelingen mee. Dat we daarin geoefend worden. En dat we ook mogen weten die God lief hebben. En er staat er niet, moeten alle dingen meewerken. Het is niet de tandarts. Maar die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. God zegt, maakt het niet zo dat je zegt, halleluja, dank u wel. Maar de Heer maakt wel dat we er niet slechter van worden. Maar dat wij dieper met hem verbonden worden. En zo ook Jozef en Maria. Het is goed voor hen om zich met dat kindje niet te verheffen. Maar met dat kindje in zijn vernedering meegenomen te worden. Zoals Paulus een doorn in het vlees had. Opdat ik mij niet verheffen zou, zegt hij. Vanwege de openbaring die hem ten deel viel. We hebben echt, wat ze vroeger zeiden, gewicht aan de klok nodig. Een weg van vernedering. Omdat mijn vlees anders met dat wat ik van de Heere krijg, de lucht in ga. Trots ben. En tegelijk moeten we zeggen dat niet alle kinderen van God hetzelfde nodig hebben. Er zijn ook ootmoedige kinderen die daarin niet hetzelfde nodig hebben als een ander. Maar bovendien is het niet alleen negatief. Wel voor het vlees, tot doding. Maar voor de geest. Vraag het nu maar aan alle die de Heere vrezen. Wanneer heb je nou het meest van de Heere geleerd? 10-1, dat ze zeggen, in een weg van beproeving. Toen het zo spannend was met mijn zaak. Toen heb ik leren zien waar het op aankomt. Toen ik die weg ging, dat ik als het ware mijn doodvonnis kreeg van de dokter. Wat was ik afhankelijk. En dan wordt Christus meer en meer dierbaar in zijn vernedering. In zijn ambten. Als profeet, als priester, als koning. En in deze weg drijft de Heere mijn hoop uit die van de wereld is naar de toekomende wereld. En zo oefent de Heer ons niet alleen in de volharding om vol te houden, maar ook in de hoop. En tegelijk zorgt de Heer in die weg vaderlijk. Hij komt dan ook in bijzondere mate met zijn vertroosting. En vlucht in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Luister nou eens goed, luister nou eens goed. Luister nou eens goed. Wat ligt er nou in? Wat zegt de Heer nou? Daarmee zegt hij, jullie komen veilig aan in Egypte. Daarmee zegt de Heer, en jullie zullen het in Egypte mogen volbrengen, totdat ik overkom om te zeggen dat u terug kunt. Wonderlijk, hè? Ja, maar waarom zegt de Heer nou niet, het zal precies 13 maanden duren bijvoorbeeld? Nou, daar heeft hij zijn vaderlijke bedoelingen mee.
Punt 1, om mij afhankelijk te houden en te leren uitzien. In de tweede plaats, om ons te sparen, stel je voor dat een beproeving 6 jaar zou duren. Dan zou je zeggen, Heere, dat hou ik niet vol. Hij wil ons elke dag zien. En ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Bijzonder. De Heere vertelt wel het belangrijkste. Dat zouden we nou net over het hoofd zien. Die engel zegt wel, ik zal terugkomen zodra de kust veilig is. En er liggen 2 dingen in opgesloten. Dit mag voor jullie een zekere belofte zijn op de weg. En op de weg van de vlucht zullen jullie niet omkomen. Ja toch? En God in de tweede plaats zegt hiermee dat hij zal bij wijze van spreken op de uitkijk staat. Om hen te melden zodra de kust veilig is. Weet u wat we moeten leren? Als je nou een belofte van de Heere krijgt. Dat woord dat maar elke keer in je gedachten komt en terugkomt. Zoek het nou eens gewoon op in je Bijbel. En vraag, Heere, wat hebt u ermee te zeggen? En wat staat er nou eigenlijk? Wonderlijk. Als je dat doet, wat voor licht je erbij krijgt. Want de Heere zegt ermee. Ik sta op de uitkijk. O, luisterden we maar meer naar wat hij zegt. Want hij belooft het en als een almachtig God. En als een getrouw vader om alle kwaad van ons te weren of ten onze beste te keren. Als u getroost wordt door Gods belofte, nogmaals bestudeer hem, zoek het op. En vraagt wanneer en wat belooft de Heere hiermee en hoe is dat vervuld? Spel het, omhels het. Wel, hoe reageert Jozef? Vers 14. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht. En vertrok naar Egypte. Het wordt haast letterlijk herhaald. Jozef doet ook hier weer wat de engel hem gezegd heeft. Lees maar die woorden van de engel. Die had gezegd, zeggende, sta op, neem tot u het kindje en zijn moeder en vlucht in Egypte. En wees al daar tot ik u... Hij dan opgestaan zijnde nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. Hij gehoorzaam direct, er staat in de nacht. Jozef is een godvrezend man. Hij is bescheiden. Het is hem genoeg op de achtergrond. Hij stelt ook niet zijn vragen. Maar gehoorzaamd zonder klagen, stond op in de nacht. Er wordt over Jozef niet veel geschreven in de Bijbel. Het gaat ook niet om hem, het gaat om de verlosser. Maar wat er over Jozef staat, het is niet veel, maar dat is kostelijk. Neem het getuigenis van de Heilige Geest in hoofdstuk 1 vers 19. Jozef, nu haar man, alzo hij rechtvaardig was. Wat betekent dat, rechtvaardig? Dat betekent niet een eikenboom der gerechtigheid die je een bevinding kan vertellen van hier tot Gunder. Weet u wat het in de Bijbel betekent? Het wordt ook van Zacharias en Elisabeth gezegd. Het betekent
Dat je leeft uit dat gebed, Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Het betekent dat je in het gewone leven leeft met de Heer en beslissingen neemt waar de Heer blij mee is. Kinderlijk gehoorzaam. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe wilt u dat ik reageren zal? Hoe wilt u dat ik nou vul maar in? Rechtvaardig zijn. Dat is de teerheid van binnen. Dat je door een verkeerde reactie op je naast of wat dan ook, dat je de Heere bedroeft. Zelfs al gaat het om je eigen verloofde. En daarin schittert het kindje Jezus in Jozef. Dat is nu het beeld van Christus. En hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe scherper dat beeld. Dat ziet u nou bij Jozef. En dat is een hele les voor onze tijd. Voor ons postmoderne denken. Waarin iedereen zichzelf wil uitmaken. Ik vind, met allerlei dingen in de Bijbel, som het maar op, de evolutietheorie of wat dan ook. Ik vind, in plaats van die kinderlijke afhankelijkheid. En ik vind, iedereen mag het zelf uitmaken als hij maar gelooft. Maar Christus zegt zelf, gehoorzaamheid is beter dan offers brengen. Let wel, geen slaafse gehoorzaamheid, maar die kinderlijke gehoorzaamheid. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Bent u daarop gesteld? Hebt u ook met instemming meegezongen, Psalm 119, vers 1? Is Gods wet onze lust om te overdenken? Is zijn dag ons heilig? Is zijn woord ons alles? Blijkt dat uit de kerkgang, uit het onderzoeken van de schriften? Het ware geloof is gehoorzaam. Ook als de Heer onbegrijpelijke bevelen geeft. Het gaat met Christus mee in de weg van de vernedering. Dat is op het eerste gezicht geen pretje hoor. Daar hoef je niet overal halleluja voor te roepen. Het is niet altijd een oorzaak van blijdschap. Maar in die weg zullen we meer van hem leren en meer van hem zien dan ooit tevoren. Hoe het verder gegaan is, wordt niet vermeld. Niet hoe ze gereisd zijn. Hebben ze van het geld van de wijze een ezel gekocht? Kan, wordt niet vermeld, daar gaat allemaal niet om. Wordt niet vermeld waar ze gewoond hebben. Zelfs niet hoe lang. En is Jozef daar gewoon timmerman geweest? Eenvoudig volgt er in vers 15 en was al daar tot de dood van Herodes. Gods vaderlijk zorgen schittert in de vierde plaats in een wonderlijke vervulling van het woord. Jozef moet met Maria of met het kindje en Maria naar Egypte. Waarom heeft hij ze niet met de wijzen mee laten gaan? Naar Babylonië of Perzië? Hadden ze gelijk bescherming gehad onderweg? Wel, daar kun je allerlei antwoorden op geven. Uiteindelijk is er maar één antwoord, omdat de vader dat het beste vindt. Je kunt zeggen omdat Egypte niet zo ver weg is. Je kunt zeggen omdat Egypte vaker een toevluchtsoord is voor vluchtelingen uit Israël. Er is ook een grote Joodse gemeenschap die ten tijde van de ballingschap daarheen is gegaan. Je kunt zeggen, de derde plaats Egypte ligt buiten de invloedssfeer van Herodes.
En sommigen zeggen het wat geestelijker. Het is omdat Jezus een nieuwe Mozes is. En Mozes is in Egypte gered toen de Joodse jongetjes gedood werden. Hij werd gered om Israël te redden. Dat zijn allemaal antwoorden. En die passen allemaal in een dieper perspectief. Lees maar mee in vers 15. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is. Door de profeet zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Op een heel ongedachte wijze, op een heel wonderlijke wijze, gaat de Heer het woord van de profeet Hosea vervullen. Bij Hosea leest u in hoofdstuk 11 vers 1. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wat is de geschiedenis van Hosea? Hosea kreeg van God het bevel om te trouwen met een vrouw met de naam Gomer. Dat was een losbandige vrouw. Ze was hem niet trouw. Ze leefde als een hoer. En ze kreeg andere minnaars. En ze kreeg in die weg van overspel kinderen. Het eind van het liedje was: die vrouw kwam in slavernij terecht, mensenhandel of wat is het geweest. En wat zegt nou de Heere tegen Hosea? Jij mag die vrouw niet verwerpen, maar ga haar loskopen uit de slavernij. Neem haar mee terug naar huis. Je moet je voorstellen dat dat gebeurt met de volgende dominee. En stel hem dan. Nou, dan lig je toch helemaal ondersteboven, gemeente. Het hele eiland erbij. Maar als iemand zijn mond open doet, moet Hosea zeggen: wat in mijn huwelijk nu gebeurt, is een uittekening van jullie relatie met de Heer. Zoals ik met Gomer getrouwd ben, is de Heer met jullie getrouwd. Maar jullie longten naar andere goden. Zoals Gomer ontrouw werd aan mij, zo zijn jullie ontrouw geworden aan de Heer. En zoals Gomer in die weg in de slavernij terechtgekomen is, zo is Israël terechtgekomen in de macht van de landen die ze hebben weggevoerd, het tienstammenrijk en later het tweestammenrijk. Maar zoals Hosea Gomer terug moest kopen, zo heeft de Heere je teruggehaald uit slavernij. En dan verschijnt die tedere verklaring in Hosea 11 vers 1. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dat woord gaat nou vervuld worden. Dat woord krijgt nu de diepste vervulling. In en door de weg van de Heer Jezus. Mozes mag voor de farao zeggen: Israël, mijn zoon. Hij mag dat zeggen, Mozes, omdat hier de zoon komt. Omdat de zoon de weg van Israël gaat naar het diensthuis. En daarom mag Israël zijn weg van de verlossing gaan. En daarom moet deze zoon naar het begin van de weg in Egypte.
waar het volk als volk geboren is. Daar begint de Messias met zijn weg. Op rekening van Jezus mocht dat volk verlost worden uit Egypte. Vader, ik zal de rekening betalen. En dat is uitgetekend bij de uittocht door het Pascha. En dat paaslam, dat getuigde van hem en zijn bloed waarachter je veilig bent. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Israël is uitgeroepen om vrij te zijn. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het slavenhuis, uitgeleid hebt, in de vrijheid gezet. Hij gaat naar Egypte. Niet om vrij te zijn. En als hij geroepen wordt uit Egypte, wordt hij geroepen om de weg van het kruis te gaan. Niet om te leven. Niet om te gaan naar het land vloeiend van melk en honing. Maar om te gaan naar het land van de schaduwen van de dood. Daartoe wordt hij geroepen. Hij weet dat. En hij gaat. Hij laat zijn vader niet roepen, maar hij komt. En daarom mogen nu zijn dienaren uitgaan. Om waarachtig en welmenend te roepen hen die geen zonen waren. Hij werd geroepen om de zaligheid te betalen. En daarom mag ik ieder van u roepen tot de zaligheid. En misschien hebt u een zwarte bladzij in uw jeugd. En die hoef je nog niet eens te hebben. Om je net zo te weten als Gomer. En zulke mogen we roepen. Een hoerachtig volk dat steeds weer afdwaalde. Een veracht slavenvolk dat de banden zelf niet verbreken kan. Hoe gaat dat? Laat mijn zoon Israël trekken. En waar God spreekt, zal niemand het keren. En daarin ligt onze ruimte. Veracht dan de roeping. Niet, die is zo duur betaald. Wend u naar mij toe, word behouden. Hebt u daarop al geantwoord in uw leven? Met heel uw ellendige toestand bent u zo gekomen. Heer, ik ben onverbeterlijke zondaar. Ontferm u mijner naar uw belofte. Heer, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Maak me levend naar uw woord. Werp u maar op zijn woord en zijn gewilligheid. En hij voert uit door een sterke hand en een uitgestrekte arm. En dan gaat het door de dood der onmogelijkheden heen. Dan sta je voor de Rode Zee en achter je de farao. Geen kant op. En dan die arm omhoog, zegt de kinderen eerst als dat ze voortrekken. En hij baande door de woeste baren, brede stromen. Onze pad, dan is er een pad waar geen pad was. Dan is er uitkomst waar geen uitkomst was. O Christus, Zoon van God. U legt het fundament onder onze verlossing en zaligheid. U geeft de schriften ook van Hosea de meest volle betekenis. Voor uzelf is het vernedering. En voor dat hoerenvolk een verlossing. Zo laat u de schriften in uzelf en door uzelf tot hun diepste vervulling komen. Geloofd zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.